Hartelijk welkom bij Haaglander Voetbal TV, een nieuwe aflevering van Oude Glorie aan tafel. Dit keer onze gast, oud-voetballer en oud-trainer Patrick Viret. Dat alles dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Behang en woninginrichting Paradijs, John van Zweden. Alle merken behang, raam- en wandbekleding en vloeren. Kom langs in onze winkel. 2 etages woonplezier. Behang en woninginrichting Paradijs John van Zweden, Oude Haagweg 20, Den Haag. Voor alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden, groot of klein, al bijna 100 jaar voor zowel bedrijf als particulier, is Van Vlodorp uw erkende installateur in de regio Haaglanden. Geen voorrijkosten en vraag vrijblijvend een offerte aan. Van Vlodorp elektrotechnisch bedrijf. De Jong Uitvaartzorg en Begeleiding. Voor een uitvaart kunt u zelf kiezen voor de stijl die bij u past. Maatwerk vormgegeven in nauwe samenspraak met nabestaanden. Gedenk- en troostwinkel aan de Van Vredenburgweg 55 in Rijswijk. Hartelijk welkom bij Haaglander Voetbal TV. Weer een nieuwe aflevering van Oude Glorie aan tafel. Dit keer mijn gast, oud-voetballer en oud-trainer Patrick Viret. Patrick, hartelijk welkom. Ja, dankjewel Tom. Ja, ik had laatst ook een keer als gast Bob Rijpstra. Dat was een speler. Ja, die wist precies wat clubliefde was, want die heeft maar bij één club gezeten. Nou wil ik niet zeggen dat jij niet weet wat clubliefde is, maar je hebt toch wel een club of 7 gehad als voetballer. Dat gaan we rustig eens even doorlopen, want je bent begonnen bij Scheveningen. Ja, Scheveningen, jeugd. Vanaf Welpen was dat toen nog. Ja. En doorgegaan en ik ben voor het eerst weggegaan in de B-jeugd. Toen ben ik richting SV PTT gegaan. Hoe kwam dat zo, dat je ineens bij PTT terecht kwam? Dat kwam doordat er een jongen uit ons elftal, die ging daar ineens heen en die had een aantal jongens, want ik was niet de enige die meeging met hem, gek gemaakt om mee te gaan met hem. Ja. En ik was een van diegenen die meeging. Ja, ja, en het was ook niet zo ver bij Scheveningen vandaan natuurlijk. Nee, nou, het was wel de hele Alkemadelaan af richting Filmstad, Benoordhoutseweg. Het was wel een stukje verder als Houtrust, maar ja, wij gingen gewoon mee en we gingen daar voetballen. Het was niet zo moeilijk. Nee, je zegt B-jeugd. Nou, ja. Als ik dan kijk, niet lang daarna, want je was 16, toen haalde Jacob Rik naar het eerst, moest je debuut maken. Ja, het was 1 jaar B, toen werd ik eerste jaar A. En in dat jaar mocht ik al met het eerste mee een keer. Uit bij DSO, vergeet niet. Wissel natuurlijk. En in de tweede helft mocht ik invallen. Dat was mijn debuut ooit in een eerste elftal onder Jacob. Met allemaal de mooie gevestigde namen van SV PTT. Chris zat daar, Chris Willemsen, Van de Brink. Hans was denk ik al weg, Hans Lames. Was al richting Duno gegaan, Schaafzonsen. Maar dat was wel een mooi stel bij elkaar van SV PTT. Dat was wel leuk. En die hadden natuurlijk al op de donderdagavond daar op Filmstad. Daar was het altijd feest, want daar was geen huis in de buurt, dus die konden doen en laten wat ze willen. En daar heb ik wel ook wat mooie avonden als jong pikkie meegemaakt, zeg maar. Ja, zeker, want dat feestvieren ook, daar wisten ze wel raad mee. Ja. Goed, na PTT ben je toch weer teruggegaan naar Scheveningen. Ja, dat was alweer een jaar daarna. Toen kwam de toenmalige voorzitter van Scheveningen, was Joop Bruggemans. Joop Bruggemans, die kwam bij mij thuis en je hoorde bij Scheveningen, bla bla bla. Nou, toen was ik tweedejaars A, toen ben ik teruggegaan naar de jeugd van Scheveningen in de A1. Hadden we ook een geweldig elftal, werden we
kampioen van de hoofdklasse hier in Den Haag. Moesten we promotiewedstrijden spelen van naar regionale jeugd. Dat was toen het hoogste. Ja. En dat haalden we ook. We gingen met SVV uit Schiedam samen over. Alleen toen ging dat hele elftal ging over naar de senioren. Dus dat viel uit elkaar. Dat was wel jammer. En toen... toen naar Scheveningen Zondag. Ja, en jouw bruggenmast, dat was wel een man die kon babbelen, die kon je wel even halen. Die kon, en die had altijd natuurlijk zijn praatdrank op. Ja, zeker. Lustte wel, zeker. Joop was regelmatig op, als hij op hout was, zei je, waar is Joop? Ja, die is op vakantie. Ja. Maar dan had hij weer, was hij weer eens gepakt met, en dan zat hij weer even een paar dagen vast, of weet ik het allemaal. Ja, Joop was echt een mooie man. Ja, ik weet het, want hij had ook nog zo'n reisbureau geloof ik op de Larijweg. Op de Larijweg had hij nog een... En het mooiste was altijd, hadden we nog de Haringserie bij Scheveningen. En Joop zat dat voor. Ja. En die deed zijn praatje en zo. Ja, dan had hij natuurlijk ook alweer het nodige jenevertjes. Dan praatte hij op voor 100 uit. En dat duurde wel eventjes voor dat duurde het voor de haring. De haring was al... Bij de bedorven. Ja. Goed, Scheveningen. Grote vriend van Dokkum daar ook, hè? Ja, maar Freddy is, die zat altijd één lichting achter mij. Ja, ja. In die A1 van Scheveningen kwam hij er al een beetje bij. Ik ging naar de Zondag, toen bleef hij nog in de jeugd. En hij is toen naar de Zaterdag gegaan. Hij is nooit bij de Zondag geweest. Dus hij ging naar de Zaterdag, ik ging naar de Zondag. En ik heb 2 jaar aan de Zondag gespeeld. Toen ging ik naar HMSA. Ja, want ik bedoel, Scheveningen was destijds de Zondag. Zondag was het vlaggenschip. Ja, was vlaggenschip. En die heeft ook nog een tijdje tweede klas gespeeld. Ja. Dat was een beetje het hoogste wel. En de Zaterdag, ik wil niet zeggen de Zaterdag hing er maar een beetje bij. Maar dat was niet... Binnen Scheveningen niemand wakker van op dat moment. Nee. En die hadden de eigen spelertjes een beetje. Was vast clubje, wel hartstikke leuk. Maar je had het over HMSA, maar ben je ook niet nog ADO geweest daar? Dat ja, maar dat was later. Dat was later geweest, ook. Okay. Ja, dat was later. Maar HMSA, het was natuurlijk wel een vereniging waar die wilden we presteren, maar gezelligheid was ook niet onbelangrijk. Ook belangrijk. HMSA was een mooie tijd. Ik heb 2 jaar gezeten onder Theo Godschalk, waarde Theo Godschalk. En ik ging daarheen samen met Johan Keus. Ja, ja, de keeper. Die keepte bij Scheveningen ons. En wij gingen samen naar HMSH. En dat was ook een prachtige tijd. Ook wat jij zegt, ook heel gezellig. Dat was, de kantine bij HMSH was natuurlijk ook feest altijd. Ja. En we hadden een heel goed elftal. Hè? Dat was een goed elftal met Lene Martin. Ja, klopt. Dat knoop. En Marco Lang in de spits. En Ron van Aalst. Johan in de goal. Thomas. Nol natuurlijk. Ja. Ja, dat was echt een goed elftal. Hè? En die... En die hebben later natuurlijk ook nog wel de sprong naar de eerste klas gemaakt. Zeker, ja. Toen was het, ik dacht, tweede klas. En Theo Godschalk was ik ook een trainer, die paste daar natuurlijk wel heel goed bij. Ja, daar hadden toch wel een aantal hadden ook wel een beetje moeite, want Theo was ook direct. Ja. Die was echt direct, hè. Die was echt no-nonsense. En dat af en toe botst dat wel eens met spelers, maar dat hoort erbij en zo. Maar Theo was ook een mooie man, goede trainer. Ja. En zo. Dat was een leuke tijd. Kon goed zingen ook. Kon heel goed zingen. Ja, moest hij wel echt wat op hebben. Ja, ja, ja. En dan gingen de aria's kwamen eruit, ook op met trainingskamp. Ja. En dat was een mooie tijd. Twee jaar gezeten bij HMSA. Maar goed, de HMSA heeft dat daarna ook nog jaren gehad. Ook dat imago van echt presteren, maar het waren gewoon hele goede voetballers. Goede voetballers. Maar daarnaast stond het wel bekend om met name de sfeer. Maar dat was ook een groep, dat begon toen al, toen ik er zat. Maar later heeft zich dat natuurlijk nog veel meer zeg maar, uitgebreid. Die gingen ook heel vaak met elkaar weg. Ja. Op stap, alles, met die hele grote groep. Want er kwam Dennis Schoevers erbij als spits en dat soort jongens. En dat was echt een homogene groep van HMSH. En die deden een hoop dingen samen en zo. En dat heeft ze denk ik ook wel geholpen in hun prestaties. Ja, zeker. Jij noemde Johan Keuze, maar Johan heeft daar nog heel lang gezeten. Johan is daar gebleven. Ja. Ja. Die is daar gewoon gebleven. Ja. Waarschijnlijk tot aan de dag van vandaag. Ja. Ze hebben nog wel eens volgens mij een veteranenelftalletje. Ja, maar goed, die heeft dan in ieder geval, laten we zeggen, tot zijn afscheid bij wijze van spreken bij de club gezeten. Die is daar niet meer weggegaan, Want die voelde zich daar wel prima thuis ook in dat groepje. En naar HMSH, wat werd het toen? Scheveningen Zaterdag. Weer terug naar Scheveningen, Terug naar Scheveningen Zaterdag. En dat speelde toen hoofdklasse AVB. Ja. En toen is eigenlijk het verhaal van Scheveningen Zaterdag een beetje zeg maar geboren. Geboren, Toen werd Jan van Leeuwen trainer. Van Leeuwen, die was
daar was ik mee naar de zondag gegaan en hij ging toen naar de zaterdag. En toen hadden we een beetje contact erover met de toenmalige leider Wim Roos. Die heeft daar ook nog een belangrijke rol gespeeld. En toen is dat een latere voorzitter of niet? Ja, ja. Die is later voorzitter. En toen is dat, daar is het verhaal van Scheveningen zaterdag zeg maar een klein beetje begonnen. Ja. Ja. En, maar John Vleven ook heel lang gezeten bij... Bij Scheveningen? Ja. Eerst in de jeugd, want toen ik naar de A1 van Scheveningen ging van SPT, was hij ook trainer van de A1. Ja. Toen heeft hij een aantal jaar zondag gedaan en toen is hij naar de zaterdag gegaan. Ja. Hij is natuurlijk verzorger nog geweest. Jan is natuurlijk ook een monument binnen Scheveningen eigenlijk. En heb jij daar ook Ruud van der Linden meegemaakt als trainer? Want na Jan van Leeuwen, toen Jan van Leeuwen stopte als trainer, toen werd Ruud van der Linden trainer. En die heb ik denk 2 jaar meegemaakt. Successievelijk ging inderdaad die zaterdag, die werd steeds belangrijker. Ja, ik heb het, dat was natuurlijk dat met een heel duur woord proces geweest. Ja. En wij gingen succes, we gingen van de hoofdklasse naar de vierde klas. Van de vierde klas, toen hadden we die beroemde beslissingswedstrijden tegen SV35. Ja, in Naaldwijk. Was we dat, gingen naar Naaldwijk, want daar lag het beste veld uit de omgeving. Ja. En dat wilden wij graag. Dat ging want dat was heel vreemd. Iedereen vond dat heel raar. Hè? Zo'n beslissing die in Naaldwijk plaatsvond. Ja. Nou ja, hij kon niet gespeeld. Ik was niet zo mee eens. Ik had ook best bijvoorbeeld SV35 willen spelen of op Houtrust. Maar dat wilde men niet. Of dat was, weet je, dat. En toen zijn we een beetje. Ik weet nog goed dat ik met Jan van Leeuwen in de auto ben gestapt en wij gingen velden kijken. Ja, ja. Want wij waren gebaat bij een goed veld. Want wij waren een beetje de technische ploeg en SV35 was meer. Meer aan het werken, dus wij waren gebaat met goed. En toen zijn Jan en ik rond gaan rijden door Den Haag. En ik wist, ik had een keer toen bij SVPTT bij Naaldwijk gespeeld. Toen moest ik ook met het eerste mee. En toen wist ik dat daar dat was een buurtlaken. Ja. Bij VV Naaldwijk. Ja. En toen zei ik, Jan, laten we even doorrijden. Laten we nou gewoon even kijken. En wij daar, dat veld was dicht. Ja. Dus het hek dicht. Wij door de bosjes heen, over een hek heen. En wij op dat veld zo staan. Ja, het was een prachtig veld. Ik zei, Jan, hier moeten we spelen. Ja. En toen hebben we het aan de clubs moesten dat onderling regelen. Daar hebben wij geen invloed meer op. Maar ze hebben het voor elkaar gekregen dat we naar Naaldwijk gingen. Ja. Dus heel Scheveningen ging naar Naaldwijk 2 keer. Want de eerste wedstrijd was 0-0 op zaterdag. En toen was het op donderdagavond. Donderdagavond was de replay en toen wonnen we met 3-2. Ja, was het niet een van de eerste dat het zo slecht weer was? Is dat een andere wedstrijd geweest? Zeker die zaterdag was prachtig weer. En maar goed, dat was een succes weer voor Scheveningen. Ja, en toen kwam natuurlijk een beetje de botsing met de zondag. Ja. Want de zondag was toen ook derde klas, wij ook toen. En ik was wel uitgesproken toen. Want ik vond toen al, ik zeg jongens, dit wordt je toekomst. Ja. Dit wordt je toekomst. Dus toen zei ik al, kwamen daar... talentvolle jongens uit de jeugd, zoals de broertjes de Jager, Ron en Marcel. En ik ging met hun praten. Zij speelden in de A. Ik zeg, jongens, naar mij toe. Nou, dat moest ik gelijk bij het bestuur komen en dit en dat. En de wereld was te klein. Ja, dat was echt zo'n. Want die moesten naar de zondag mee. En de voorzitter toen, dat was een goede vent, echt Ruud Assenberg, toen voorzitter, die zegt, jij mag je nergens mee bemoeien. Ik mocht niet meer met spelers praten. Ik zeg, als ik Ron tegenkom, mag ik dan niet zeggen, Ron, hoe gaat het? Ja, maar niet over voetbal, bla bla. Ik zeg, dat werkt dan niet. Nee. Ik zeg, Ruud, maar goed, de wereld was te klein. Ja. Maar toen, Ron kwam wel naar de zaterdag en toen kwam John over, John Blok, die zat bij De Haag. En Jerry de Rijk en dat soort jongens kwamen na verloop van tijd toch allemaal naar de zaterdag. En toen, Ron Kramer, die hebben we ook, want die zat bij de zondag al. Ja. En dat was onze vriend ook. Ja. Tenminste, dus met Ron ook praten, kom naar de zaterdag. Nou, want Ron was toen al een goede speler bij de zondag. Ja. Maar die kwam ook, en toen was het eigenlijk spel al gespeeld. Toen wisten we wel, dat Scheveningen richting zaterdag ging. Dus, en toen zijn we het jaar daarna naar de tweede klas gepromoveerd. Dat duurde 2 jaar. Het eerste jaar werd Katwijk kampioen. Dat ging het tussen Katwijk en ons. En Katwijk stootte door. En wij zijn dit jaar daarna naar de tweede klas gegaan. En toen ben ik weer weggegaan. Ja. Toen ben ik naar Schavenzand gegaan. Ja, want toen ben je ineens naar het Westland vertrokken. Toen ging ik naar het Westland. Ja, weet je wat het is, Ton? Ik ben nu weer terug op Scheveningen. En ik heb het met die gasten over. En als ik het nu over zou moeten doen, zou ik niet gaan.
Nee. Als ik nu wist waar ik was, dan had ik gewoon bij Scheveningen gebleven. En niet dat ik het bij in het Westland niet naar mijn zin heb gehad, was prima. Nee, want je hebt er toch, ook, daar kom ik zo wel even op, je hebt toch lang gezeten. Niet alleen als speler, maar ook zelfs als trainer. Nou ja, ik ben daar op een gegeven moment gaan wonen. Ja. Ik ben er verkast, dat was begin 90 jaren denk ik. Toen ben ik had een meisje daar leren kennen en toen ben ik verkast naar het Westland. Dat was toen wel handig, want je speelde daar natuurlijk. En ik heb daar 30 jaar gewoond. Ja. Dus. Want je hebt gespeeld bij, begonnen bij Rood-Wit, ja. Dat heette toen nog, want je had toen nog s'avonds dan de VV en SV. Nou, Rood-Wit was dan VV. Ja, en de sport was SV. De sport was SV, ja. Bij Rood-Wit, heb je daar niet Chris Training nog gehad als trainer? Ja, maar dat was weer later. Later, ja. Wij hadden eerst Simon van Vliet. Ja. Topper, echt toptrainer. En daarna kwam er iemand uit de club, werd trainer. En dat was wat minder en... En Pierre van Zinnen heb ik daar nog gehad. En toen ben ik nog naar Schavenzande SV overgestapt. Ja. Want die, kijk... was net even een leveltje dat hoger. Dat was hoger. En toen had ik eerst Reinier Kraaienmaat als trainer. Dat was echt een drama. Ja. Terwijl ik dacht, Kraaienmaat... grote voetballer geweest bij Feyenoord. Volgens mij ook nog Nederlands elftal, maar dat weet ik niet zeker. Ik denk, dat gaat... Dat was niks. En daarna nog een jaar Ger Oosterveen als trainer gehad. Oké. En toen, die had er ook gespeeld. En toen, dus 2 jaar SV. En toen daarna ben ik naar Maasdijk gegaan. Beetje afbouwen. En hoe kom je dan ineens, je blijft dan wel in het Westland. Ja, maar daar word je gewoon gebeld, Tom. Ja. Je wordt gebeld. Dus ik zat in het Westland en ik had daar natuurlijk al mijn vrienden, ook mijn voetbalvrienden inmiddels al. En wij werden met een groepje gebeld, want Maasdijk had ambities. En wij zijn toen met 2 jongens van Schavenzande SV en 2 jongens van Schavenzande VV, zijn we met z'n 4 naar Maasdijk gegaan. Peter van Velzen als trainer, die kwam toen uit het betaalde voetbal, die was assistent van Dick Advocaat bij SVV Dordrecht. Ja. En eigenlijk, dat onder Van Velzen, dat was de mooiste tijd, tenminste vond ik. Want Van Velzen, die kon niet het verschil tussen amateurs en profs. Die behandelde ons gewoon als profs. Het was vierde klas, VV Maasdijk. Dat was helemaal nieuw voor de ploeg. En daar zijn ook jongens gewoon... Je zegt wel eens, die zijn huilend weggelopen, maar wij hebben dat echt meegemaakt. Jongen huilen op het trainingsveld en Van Velzen echt zo neus tegen neus en voeten schreeuwen en dit en dat. Wist hij wat mee, maar ik kon daar wel tegen. Ik vond het mooi, want ik was wel fanatiek en ik vond het schitterend. En dat ene jaar 2 jaar Van Velzen gehad, dat waren mooie tijden. Maar ik heb daar jou echt jongens onderdoor zien gaan en later begreep ik wel, wij zijn geen profs. Zelfs op tweede of eerste klasniveau ben je geen prof. Maar wij waren vierde klas en wij waren zijn hij profs. Hij wilde zo de trainersloopbaan. Ik bedoel, daar komen we nu een beetje op. Die is natuurlijk ook heel vaak... veel clubs in het Westland. Maar wel begonnen geloof ik bij DSO. Ja. Ik was toen uiteindelijk weer teruggegaan naar Schavenzande VV. Met Chris Training als trainer. En toen mijn maatje Fred van Dokkum, die was verhuisd naar Zoetermeer en die zat bij DSO. En toen was daar de trainer ontslagen. En ik was met Fred mijn trainersdiploma's aan het halen samen. En toen belde Fred, heb jij geen zin? Het was midden in het seizoen. Ja. En ik dacht, dit is toch mijn laatste jaar als speler. Want ik was net 40 geworden. En ik denk, dus ik met Chris overleg, Chris. En Chris zei, wat moet je doen? Het is een mooie kans, DSO is een mooie club. En toen ben ik halverwege dat seizoen ingestapt bij DSO in Zoetermeer, tweede klas. Maar goed, daarna heb je natuurlijk aardig wat Westlandse clubs gehad. Wat trok jou... Ik woonde in het Westland, ik moest steeds naar Zoetermeer op en neer. En ik heb geen rijbewijs, nog steeds niet. Ik had wel een assistent meegenomen, Jan van der Sar van Schavenzande. Dus dat was... Ja. Buiten dat hij veel verstand van voetbal heeft, die had ook zijn rijbewijs en een auto. Ja. Dus daar zijn we heen en weer mee gaan rijden. En op een gegeven moment, ik woon in het Westland. En toen belde Hoekse Boys, wat nu HVC 10 is. En dat was lekker dichtbij, Schavenzande Hoek van Holland. Ja. Ja. En toen ben ik na 1,5 jaar DSO daarin gegaan. Ik heb overal een mooie tijd gehad. Ja, Westlandia zaterdag. 3 jaar Hoekse Boys, toen naar Westlandia gegaan. 7 jaar uit mijn hoofd in allerlei functies gezeten. Ik heb de B-selectie gedaan, ik ben een beetje half assistent bij Wilfred van Leeuwen geweest.
toen, ik heb de D1 gedaan, was D1, was tweede divisie landelijk. Een jaar D1, vond ik echt heel leuk. Want dat was echt goede jeugd en een hoog niveau, Feyenoord tegen Feyenoord en ADO spelen. Ja, dat is mooi. En toen begon Westlandia met hun zaterdag, die wilden dat ook een beetje meer professioneel maken. Dus ja, en ik zat al bij de club, dus toen ben ik Westlandia zaterdag gaan doen, ook een jaar of drie denk ik. Ja, en ook nog tussendoor een beetje GDA wat gedaan? Ja, GDA. Ja. Want toen was ik bij de B-selectie van Westlandia op zondag en GDA zaterdag op zaterdag. Ja. Ja. En dan naar Maasdijk, hè? Ja, en na al die jaren Westlandia, toen ben ik naar Maasdijk gegaan. Ja. 6 jaar. Ja, prachtig. Ja. Kijk, ik zeg altijd, in het Westland hebben ze, al die clubs hebben het heel goed voor elkaar. Echt, en ze afficheren zichzelf ook als wij zijn de gezelligste club van het Westland, zeggen ze allemaal. Ja, allemaal ja. En daar hebben ze allemaal gelijk in. Ja. Echt waar, want ze hebben niet alleen een derde helft, maar ook vierde helft, een vijfde helft en weet ik het allemaal. Goede accommodaties, redelijk nog wat vrijwilligers. Ja. Maar Maasdijk is de meest unieke club van het Westland, 100%. Ja, ja. Dat is de meest unieke. Ik ben er zaterdag weer geweest met de afscheidswedstrijd van een aantal selectiespelers. Ja, dat. Het is gewoon net iets anders. En je kan er pas echt over meepraten. En je weet het eigenlijk pas als je er zelf tussen hebt gezeten. Als speler of als trainer. Nou ja, ik heb het dan allebei. En maar als voetballer werd je heel vaak aangemerkt als een soort luie voetballer. Ja. Maar je was wel heel veel in balbezit. Je was altijd aanspeelbaar. Ja, dus dat rijmde eigenlijk dan zo met elkaar. Ja, maar dat probeer ik dan ook nog steeds aan mensen uit te leggen. Ze zeggen, ze zeggen altijd dat ik al mijn hele leven walking voetbal heb gedaan. Ja, en dan zeg ik, maar dan ook tegen medespelers van vroeger, zeg maar, als wij speelden, aan wie kon jij 9 van de 10 keer de bal kwijt? Ja, ik zeg maar, denk je dat dat komt omdat ik stilsta? Ja. Dan gaan ze nadenken en dan denken ze, oké. Maar ik ben natuurlijk altijd fors geweest en dan oog je al. Maar door kwaliteit voetbal, het goed zien, heb je ook veel meer mazzel, of tenminste veel meer dat je je op het juiste moment positioneert, aanbiedt. Nou, wat Cruijff altijd zei, het gaat erom dat je op tijd start. Ja. En nog ineens hoe snel je bent, maar je moet op tijd starten. Ja. Nou, dat had ik wel redelijk op dat niveau, zeg maar, in de gaten. Dus ze konden met mij al bijna altijd de bal kwijt, Maar je moet wel bewegen komen. Met Fred wel bekend, als je die 2 in je helft al hebt zitten, heb je echt wel voetbal in je helft al zitten. Ja, maar wij speelden toen al zeg maar een soort van zaalvoetbal op het veld. Ja. Dat deden wij. Wij speelden ook samen in de zaal. Klopt. En daar hebben we ook een prachtige tijd echt gehad. En eigenlijk speelden wij dat ook op het veld een beetje. He, dat was zeg maar, ik wil niet meer vergelijken, maar wat later tiki-taki voetbal werd van Barcelona. Dat deden wij op ons niveautje ook al. En nooit conflict gehad met, want we hebben toen een periode gehad dat een hoop trainers wilden niet dat spelers in de zaal speelden. Ja, want, wij hadden Jan van Leeuwen als trainer. Ja, ja. En Jan begreep het. Die begreep het. Ja. Die wist sowieso al dat hij het, als hij het gevecht aan zou gaan, dat hij het niet kon. En ik denk dat, Jan had denk ik van de gaten dat het goed was voor zijn elftal. Ja. Want als wij nog meer samen gingen, we gingen dat een beetje perfectioneren en dan kwam het op het veld ook beter tot uiting. Ja, en het waren natuurlijk jongens die gek waren van voetballen, die het liefst elke dag voetballen. Ja, maar in die tijd, toen was 80, 90 jaar en dan speelde half Den Haag toch ook in de zaal. Klopt. Toen leefde het zaalvoetbal echt in Den Haag. Ja, want er waren ook trainers die in het begin zeiden van het mag niet meer op de vrijdag. Ja. Nou, die hielden geen speler over, dus die gingen allemaal overstag. Nee, en in die tijd van ons was het nog. Was het eigenlijk nog geen ineens vrijdag? Het was bijna altijd woensdag, maandag. Maandag, woensdag. Ja, maandag, woensdag waren een beetje de speeldagen. Ja. Dus het was wel eens dat we moe waren op de training of zo. Ja, mooie tijd gehad als voetballer, trainer, dieptepunt misschien, degradatie van de sport? Als speler? Ja. Ja, maar daar had ik niet zoveel invloed op zelf, want dat was ik niet zo erg. Maar wat voor mij, waar ik wel alle invloed had, was de degradatie in het tweede jaar met DSO. Ja, ja. En toen was ik natuurlijk net trainer, tweede klas gelijk. En in dat tweede jaar heb ik niet alles goed gedaan. Nee. Dat is voor mij dieptepunt. Is een leerjaar. Een leerjaar, ja. Maar het ging wel ten koste van een degradatie. Ja. Snap je? Goed, maar je was bij Maasdijk op een gegeven moment ook trainer. Dan heb je nog gezegd van het is zo belangrijk om met een team heel veel dingen eromheen te doen. Ik bedoel, wij zijn er eens tegengekomen op trainingskamp in Gran Canaria. Ja. Dat was voor Maasdijk heel bijzonder. Heel bijzonder voor zo'n clubje. En wij gingen een week, een volle week. Ja. Je bent erbij geweest. Wij gingen een volle week. We hadden een prachtig programma.
gemaakt. De oefenwedstrijd tegen Scheveningen met Dave van der Zwan en John Blok geregeld. We hadden prachtig weer die week. Normaal is het altijd lekker weer, maar die week was 30 graden de hele week. Dan moet je ook een beetje mazzel mee hebben. En voor een clubje als Maasdijk, ja, nu gaan er zoveel clubs heen, maar dat was toen nog niet. Dat was heel bijzonder. En iedereen was echt jaloers op ons. Het Westland, in het West weet ik, Westland, zat met zulke ogen naar ons te kijken. Hoe kunnen zij nou... Zij gingen 4 of 5 dagen naar Torremolinos en wij gingen een week naar Gran Canaria. Hoe kunnen ze dat nou doen? Maar dat was echt Maasdijk, hè? Ja. Daar kan dat gewoon. Ja. Maar goed, de periode van het Westland heb je achtergelaten, want inmiddels ben je weer terug in Scheveningen. Ja, ik ben 2 jaar geleden weer terug verhuisd naar Scheveningen. Mijn voetbalverhaal was wel klaar een beetje. Ja. Ik had ook corona kwam ertussen en Scheveningen bleef toch altijd trekken. En het begon al een paar jaar te kriebelen en toen kreeg ik de kans om terug te kunnen naar Scheveningen. Toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, joh, ik ga. Ja. En zij komt uit Westland, ze was niet heel erg blij. Nee. Ik zeg, nou ja, je kan hoog en laag springen, maar ik ga echt. Ja. Ik zeg, een beetje op de bluff. Maar ik was ook wel gegaan hoor, dat zeg ik ook eerlijk. En zij toch wel meegegaan uiteindelijk en nu hebben ze het prima naar de zin. Dus ja. En voor jou wat lekker, want je kan weer af en toe eens even gaan kijken bij Scheveningen, Duindorp SV. Ik ga 9 van de 10 keer naar Scheveningen weer kijken als kan. Ga ik een keer niet, dan ga ik naar Duindorp SV, vind ik ook leuk met Martin nu, Martin Albuis. Dat is hartstikke leuk. Ja. Of ik ga naar SVC, daar heb ik natuurlijk ook bekende. Dus joh. En als ik een keer geen zin heb, dan leg ik lekker op de bank toen. Je hebt helemaal gelijk. Nou, in ieder geval, je kijkt terug op een hele leuke, mooie loopbaan. Ja. Zowel op het veld als in de zaal, als trainer. Ik bedoel, maar Ton, wij hebben een mooie tijd meegemaakt. Klopt. Ik zeg niet dat het nu voor die gasten niet meer leuk is, maar het was anders. Ja, maar anders. Qua alles beleving en bevlogenheid en alles met elkaar doen. Ook niet alleen met je eigen ploeggenoten, maar ook bij elkaar kijken. Ja. Wij keken altijd bij elkaar. Ja, en net wat je ook aangaf, bijvoorbeeld in het Westland, die hebben niet alleen een derde helft, maar die hadden ook een vierde helft. Ja, en dat is mooi van voetballen. Dat is mooi van voetballen. Ik vond het heel leuk dat je te gast wilde zijn bij ons in Oude Glorie aan tafel. Het ga je goed, we komen elkaar nog regelmatig tegen op het voetbalveld. Ja. Bedankt Patrick. Ja, thuis weer bedankt voor het kijken. Dit was Oude Glorie aan tafel met Patrick Viret. Volgende week, dan zijn we er weer. Dan weer met een andere gast. Graag tot dan.